U heeft best uitgesproken opvattingen op het gebied van klimaat, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van migratie en op het gebied van Europa. Dat zijn onderwerpen die, waarvan je kunt zeggen dat ze splijtend door de samenleving gaan. Hoe gaat u op die onderwerpen mensen binden? Ik zou willen zeggen dat deze onderwerpen worden gebruikt om onze samenleving te splijten. Als ik spreek met kiezers die meer naar de PVV neigen dan naar ons, dan gaat het gesprek begint met de islam, het begint met Europa en het begint over vluchtelingen. Binnen 3 minuten keert het gesprek. Dan gaat het over de zorgen die mensen hebben over hun toekomst. Dan gaat het over de vraag, kunnen mijn kinderen als ze uit huis willen wel een woning vinden? Dan staan ze niet te lang op een wachtlijst. Mijn ouders in een verzorgingstehuis krijgen ze wel de zorg die we nodig hebben. Mijn inkomen is erop achteruit gegaan. Ik ben mijn baan verloren. Dit zijn zorgen van mensen die we moeten aanpakken. En ik zie dat mensen boos worden op vluchtelingen. Waarom? Niet omdat ze mensen niet willen opvangen, maar omdat ze het gevoel hebben dat de Nederlandse overheid beter voor vluchtelingen zorgt dan voor hen. Ze voelen zich in de steek gelaten. Ze zijn tegen Europa omdat ze zien, ik zie dat bedrijven steeds minder belasting gaan betalen in de wereld en in Nederland. En wij moeten, het lijkt wel alsof wij steeds meer belasting moeten betalen. Dat zijn hele concrete problemen die de politiek moet oplossen. En dat is wat ik deze mensen geef.